om dus vooral aan te geven, het gaat hier over 102.000 keer een vader, een moeder, een broertje, een zusje, een opa, een oma. Want omdat ze verschillend zijn in hoogte, en als je hier dan zo tussenin staat, dan kun je een klein beetje indruk krijgen hoe gigantisch veel mensen dat dus zijn. 102.000. Ieder steentje hoort een naam, maar ieder steentje kun je een verhaal vertellen. Bijna al die verhalen die gaan over Joodse inwoners van Nederland. En daarop zie je op bijna elke steen aan de bovenkant die Davidster, die heel lang het symbool van de Joden is. Op sommige plekken zie je dat hij helaas ontbreekt. Heeft hij er wel gezeten? Zie je alleen een lijmrest of een afdruk? Heeft het met te maken dat de lijm er zoveel jaren op sommige plekken loslaat? En daarom zijn we ook sinds kort bezig met een project. Waar onder andere Duitse en Nederlandse werklozen bij betrokken zijn, daar heb ik een tentje ook. Die zijn namelijk bezig om dit monument en ook op de andere delen van het kampterrein op te nemen. Dat is sinds kort gestart. Dus als het goed is, dan moeten we het allemaal weer herstellen, want je ziet ook gewoon dat het niet zoals het hoort.